Voelt u zich nog wel veilig in uw eigen stad? Ik voel me wel veilig, ja. Waarom niet? U stapt niet op. Als jij door blijft gaan, dan ben je niet meer veilig. Na maandenlange bedreiging aan het adres van Mark Koevermans en zijn gezin heeft de algemeen directeur van Feyenoord besloten om op te stappen. Want het is voor hem niet veilig meer. Ja. Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, stapt op. Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind er helemaal niks van. Die man moet gewoon blijven. Ja, maar hij voelt zich niet meer veilig. Nee, dat begrijp ik nu. Hij niet veilig voelt in dit land en in deze stad. Ja, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Nou, wat denk je zelf van Zuid? Zeg maar. Jij kijkt er ook televisie. Ja. Nou, dan weet je toch wat er allemaal rondloopt. Hij is al meerdere malen bedreigd. Ja, klopt. Zijn ruiten ingegooid. Juist. Ja. Heel vervelend. Mark Koevermans die stapt op als algemeen directeur bij Feyenoord wegens aanhoudende bedreigingen. Ja, wat vind je daarvan? Die excessen die keurt iedereen af. Iedereen die iets met Feyenoord heeft. Het schaadt ook de naam van de club. Dus ja, dat is een dag die daardoor alleen maar verliezers kent. Ja, het zijn dingen die moet je niet willen, weet je wel. En... Neem je daar afstand van? Ja, natuurlijk neem ik er afstand van. Wat vind je van die supporters die zoiets doen? Ja, ik denk dat ze... Of kan je dat niet zeggen, omdat er dan straks jouw glazen worden ingegooid? Nee hoor, nee. Nee, maar natuurlijk niet. Kijk, hun hebben een andere manier van dingen op te lossen of duidelijk te maken dan ik heb. Ik vind het zo erg, hè. De club gaat kapot. Zo is het toch? Als je wil vechten, dan moet je naar Feyenoord gaan. En als je naar voetbal gaat, dan moet je naar Ajax gaan. Wat zijn dat nou voor supporters die de ramen ingooien en hem bedreigen? Nou, wat zijn dat voor mensen? Ja, maar je vraagt naar de bekende weg. Als jij dat bij mij doet, krijg je stomp van Jezus. We weten niet precies wie nu die daders zijn. Wie daadwerkelijk de ruiten bij Koevermans ook hebben ingegooid. Wij kiezen ervoor om ze in ieder geval geen Feyenoorders te noemen. Dat ze niet gelieerd zijn aan de club. En wat mij betreft, als je zo de perken erbuiten gaat, ben je ook geen Feyenoorder. Hoe je dat bent of keert, blijven supporters. Ja. Weet je wel, kijk, dat het geen lievertjes zijn, dat is duidelijk. En dat ze het verkeerd aanpakken, dat is ook duidelijk, weet je wel. Ja. Feyenoord krijgt ook een slechte naam, hè, door dit soort groepjes binnen de club. Ja, niet alleen Feyenoord natuurlijk, maar ook de stad. We hebben net de marathon gehad. Fantastisch, dan staan ze allemaal te gillen en te schreeuwen. Prachtig. En dan krijg je dit weer. Nou, dat hoort heel de wereld, hè? Hoort heel de wereld. Wat is daar aan de hand in die stad? Feyenoord supporters zijn allemaal een beetje agressief, hè? Ja, soms wel. En zeker wanneer ze verloren hebben. Ja. Dan zeggen ze van, ja, wat vind je ervan? Ik zeg, ik haat voetbal. Hé, dan ben jij een klootzak. Nou, wil jij ze voor de deur hebben? Doorgesnoven gekken. Ja, want waar hebben we het over qua bedreigingen en voorval, incidenten, et cetera? Waar gaat het over? Nou, we weten dat er een rondgang al is geweest langs meerdere mensen die bij Feyenoord werken. Gewoon om even te laten zien, we weten waar je woont. Nou ja, bij Koevermans is het nog een stap verder gegaan dat er niet al te lang geleden daadwerkelijk stenen 's nachts door de ruit van zijn woning zijn gegooid. Voelt u zich nog wel veilig in uw eigen stad? Ik voel me wel veilig, ja. Okay. Waarom niet? U stapt niet op. Als jij door blijft gaan, dan ben je niet meer veilig. Wat, heb je een boodschap voor deze supporters? Nee. Nee, daar heb ik geen nee. Ik wel, niet meer doen. Toch? Ja, niet meer doen. Ja, oké, dan ben ik met je eens. Ja, natuurlijk. Ja,